Ook altijd. Ja, je naam al anders gaat uitspreken en ook bewust bent van de energie die je meebrengt, is echt zo'n groot verschil. Hè, dus als ik er heel serieus, als ik, nou ja, in het verleden kon ik wel eens heel erg bezig zijn met het overdragen van al die informatie die zo belangrijk was. En hij is nog steeds heel belangrijk. Maar omdat ik er anders naar ben gaan kijken en veel meer het spelelement eraan heb toegevoegd, weet ik veel meer met vreugde en plezier en gekkigheden mijn boodschap over te dragen. En dat maakt het gewoon veel leuker. Ja, dus ja, dat is, mooi. Dat heb je zelf ook meegemaakt met mijn tweedaagse training. Waarbij de Donna voorbij kwam als crazy lady. Maar nee, de Donna... Ja, en ja, dat is gewoon een archetype wat heel erg overdreven is. Maar die maakt wel dat mensen bewust worden van... Oh, als die in mijn allergie zit, dan heb ik daar ook wat van te leren. En het beseffen dat je soms te serieus bent in je vak. Of te serieus bent om zo die boodschap over te brengen en dan ineens kan denken van hé, laten we het proberen met een spelvorm of laten we het proberen op een andere manier. Dat geeft ook al een heel andere sfeer en een heel andere positieve vibe. Ja. Super. Geniaal, jullie allebei. Top. Top, dankjewel. Dankjewel. Hey, is er iemand anders die een vraag heeft die hier in de uitzending zit? Dan kunnen we die ook meteen oppakken. Je mag ook alleen met je audio werken hoor, als dat wat gemakkelijker is voor je. En zo niet, dan gaan wij verder. Hey Linda, het framen waar we het over hadden, we hebben het over positief framen en negatief framen. We hebben Sylvia en ik maakten een fout in de techniek hier. Ik had dat stukje niet opgenomen, dus ik ga hem een klein beetje herhalen. Zodat we in ieder geval mensen die het in de herhaling bekijken, wat we met Sylvia hebben gedaan is, jij hebt haar wat verteld. Ja, over de energie die je meebrengt. Ja, hoeveelheid informatie, ja, inderdaad. En de hoeveelheid informatie, dus... Als je alles wil vertellen, vertel je niks. En als je in gesprek bent met iemand die mogelijk een klant is, hè, dus een prospect, dan ga je vragen stellen. En vanuit de vraag van wat is jouw verlangen? Waar wil je graag naartoe? Vanuit die vraag en goed luisteren naar de antwoorden die je krijgt, ga jij heel goed je verhaal kunnen vertellen. Dus daarom is dat belangrijk om gewoon goed door te vragen op het verlangen en te kijken of jij daadwerkelijk daar een oplossing van hebt. Mm-hmm. Ja. Ja, en wat ik eraan toe had gevoegd is, ik had je gevraagd om een, niet gezegd kort, maar vertel je verhaal. Toen merkte ik al dat Sylvia echt al bewust was dat ze to the point en kort en krachtig haar verhaal kon vertellen. Volgens mij was het maar in drie zinnen had ze hem al gegeven. En dat maakte het echt een wereld van verschil. En bij haar naam had ik zoiets van, weet je, ik hoor een mantra. Dus laten we die naam maar even in tweeën hakken. Ruimte tussen je voornaam en je achternaam. En wat Sylvia toen zei van, hey, wacht eens even, dat voelt ongemakkelijk. Ja, zei ik. Is logisch, want je bent uit je comfortzone. Je bent even iets aan het doen wat je niet gewend bent. Maar het gaat niet om jou, het gaat om dat de ander je hoort. En dat je opvalt, hè? Dat je de mensen entertaint met je verhaal. Dat het blijft hangen. Zover waren we. Okay, dan staat hij ook op de opnames. Oké, we hebben een nieuwe gast erbij. Dat is Jieke Has. Nou, Jieke, we zijn bezig met framen, met gemak in het nieuws en de public speaking architect. Hoe vertel je verhaal met kracht en zekerheid? Mocht je een vraag hebben over het onderwerp, doe je hand omhoog, stel die. En dan helpen je als je een tip van ons wilt. Ik wilde met jou goed vinden, Linda, een stukje uit mijn boek pakken. Want wat ik heb gemerkt als drummer, voor de mensen die niet weten, ik ben begonnen als een drummer. Als jongetje van 3, 4 sloeg ik echt overal op, maar niet op mensen. En ik maakte geluid. Later ben ik met stokken gaan werken. En die drumstokken hebben me best wel wat opgeleverd. Want ik heb meer dan 50 bands gespeeld. En als ik nu terugdenk naar waarom ik dan tussen haakjes succesvol ben geworden als drummer. Was het niet alleen omdat ik goed speelde. Maar er zijn drummers die nog veel beter zijn dan ik. Nog veel, veel beter dan ik zelf. Maar wat ik merkte is dat ik altijd een verhaal te vertellen had. Ik had een verhaal over mijn muziek. Ik belde journalisten op
En dan belde ik ze op met een verhaal over mijn muziek. En zeker als je praat over 20, 30 jaar geleden, had je het internet natuurlijk of nog maar net of helemaal niet. En dan moest je, tenminste ik moest dus aan de telefoon journalisten te woord staan. Ik zocht ze op en ik vertelde een verhaal. En ik moest een verhaal creëren soms. Niet verzinnen, als in leugens vertellen. Maar ik begon bijvoorbeeld, een van mijn succesvolle projecten was een reggae-band met een gospel-band van 55 mensen combineren. Ja. Nou, dat is een verhaal. Dan heb je een verhaal te vertellen als ondernemer, want ik was een ondernemer, ik was fulltime muzikant. En dat verhaal verkocht. Your story sells, zeg ik toch? Dus op het moment dat ik dat had, kon ik bijvoorbeeld naar het paard, ik woon in Den Haag, kon ik bij het paard terechtkomen van oké, ik heb een project, subsidie aanvragen, proberen op de grote festivals te spelen. En dat verhaal kwam uiteindelijk in de Volkskrant terecht. Omdat het anders was. En we speelden op een gegeven moment ook op Bevrijdingsfestival in Haarlem. Dat was voor 20.000 mensen. Normaal gesproken, als reggae-band, zouden we daar nooit kunnen spelen. Want we hadden geen platencontract, we hadden niet eens pers gehad. Maar door die combinatie en het goede verhaal wat erachter hing, en aan vasting, kregen we dus publiciteit. Dus dat stukje wat ik heb geschreven in dit boek, 50 tips voor wervend spreken, gaat over kwetsbaarheid. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is, want als het in je verhaal zit, dat je kwetsbaar moet zijn, als ik zo'n journalist dan spreek, dan vertel ik. Het was een droom wat ik heb gekregen. En ik vertelde die droom. En ze werden geraakt door dat verhaal. En het werd toen een stuk makkelijker om het mee te nemen. Ja, dan jij als journalist, hoe zie jij dat? Hoe ontvang jij of ontving jij vroeger verhalen? Nou, ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat je geschreven hebt. Dus dat wil ik wel graag eerst horen. Nou, want dan kan ik ook zeggen welke elementen daar zo belangrijk aan zijn. En wat maakt dat een journalist zijn oren gaat spitsen? Nou, de grap was dat ik niks schreef. Ik belde ze gewoon op. Ik was brutaal. Oh, je belde ze gewoon op. Ja. Ik wist dat als ik zou bellen, ik ben sterker aan de telefoon dan als ik zou schrijven. Dat wist ik. Je moet je zwakte kennen. Ja, absoluut. Kennen. Dus ik wist dat als ik zou bellen, dat ik gewoon veel meer impact kon hebben en ze kon meenemen. Ja, nee, maar als je het verhaal zo vertelt, hè, dan inderdaad, je hebt een hele gekke combinatie. Reggae met gospel. Mm-hmm. Nou, dat is nog niet eerder vertoond. Ik denk als je zelfs nu reggae met gospel zou combineren, dat je dan ook nog wel daarmee in de krant kan komen. En een ander belangrijk aspect hierin is, jij weet waar je sterkte zit en je weet waar je zwakte zit. En toevallig heb ik het daar vandaag ook met Sylvia over gehad. Sylvia, ik vertel ook even jouw verhaal. Ze zei, ja, ik vind het lastig om een persbericht te schrijven. En ik kan het wel en het kan wel steeds beter. Maar inderdaad, die tip die je me gaf van Linda, om te gewoon te gaan bellen. Ja, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Ik zeg, ja, dat is gewoon omdat het kwartje blijkbaar nog niet is gevallen. Want het is niet de eerste keer dat ik het tegen Sylvia heb gezegd. Alleen stond ze blijkbaar nog niet open om die informatie echt mee te nemen. En vandaag hadden we het er even over aan de telefoon. En je moet altijd gaan waar jouw energie gaat. Dus dat betekent het moment dat jij ervoor gaat zorgen dat jij weet, ik kan veel makkelijker bellen en ik ben veel makkelijker om te praten met mensen en ik kan mijn verhaal goed overdragen, dan is dat alleen maar prettiger voor degene die het moet of kan ontvangen. En nog steeds werkt het zo bij journalisten. Ja, ook de telefoon is er nog steeds. Ja, dus er zijn heel veel verschillende media. Sommige mensen vinden het heel prettig om een video van zichzelf in te sturen, omdat ze daar juist heel goed in zijn. En anderen schrijven gewoon een kort stukje tekst waarin alles staat. Ja, de 5 W's en de H. Als je daar meer over wil weten, dan ga even naar metgemakinhetnieuws.nl en download de checklist, want dan krijg je wat meer informatie. Maar waar het om gaat is met jouw verhaal. Je hebt, hè, om even terug te komen op jouw verhaal, je hebt 2 elementen gepakt die nog niet eerder met elkaar gecombineerd zijn. Het gospel en de reggae.
die heb je samengevoegd en blijkbaar heb je ook de journalist van weten te overtuigen dat jullie niet zomaar iets zijn. En dus je hebt de juiste woorden gebruikt om hem of haar te overtuigen om een artikel over jullie te schrijven. En dat kan ook te maken hebben met de muziekkeuze of ja, misschien de combinatie die ook nog niet eerder vertoond was. Ja, waarschijnlijk wat er ook nog meespeelde was één, dat het een droom was. Dus het was heel persoonlijk. Ja. Ik heb nog even de tekst in mijn boek gecheckt. Inderdaad, maak het persoonlijk, maak het authentiek. Doe je niet anders voor dan je bent. En dat verhaal wat ik dus had verteld, raakte ze. En als ik terugkijk naar mijn tijd als muzikant, was ik veel actiever met de pers bezig dan mijn tijd als verhalen vertellen of als trainer coach, merk ik. En dat heeft misschien met die gedrevenheid die ik toen had. Want ik had best wel veel contact met veel journalisten in die tijd. En die belde ik zeker, en dan niet overdreven, zeker één keer in de 2 weken of 1 keer in de maand belde ik even op om te vragen, hey, hoe gaat het? Want wat ik merk, en dat vertelde jij mij later toen ik met jou samen ging werken, Linda, is dat het een netwerk is dat net zo belangrijk is als alle andere netwerken. En veel mensen onderschatten dat. Maar ik merk dat ik vroeger dat heel makkelijk deed. Ik belde journalist van Oor, belde ik op van, er was een internationaal groot blad. Oor kennen we. Ja, Oor, als je dat nog kent. En die journalist die schreef steeds een klein stukje, mocht hij schrijven in een internationaal blad. Nou, ik maakte veel contact met hem. En uiteindelijk heeft hij dus ook dat stukje over de gospel, heeft hij in dat blad beschreven. Ja. Het was maar zo'n stuk, maar het stond er toch maar in. Ja. Om maar aan te geven dat als je het persoonlijk houdt, hè, je houdt contact met die journalisten. En op een hele vriendelijke, vriendschappelijke basis. Dat als er een keer iets is wat dan klopt, wat dan past, wat daar op dat moment aansluit, dan is de kans dat ze jou kiezen veel groter. Heb ik dat goed zeker gezegd, Linda? Ja, zeker. Ja, en het zijn inderdaad verschillende lagen, hè, die je verteld hebt. Het is en een persoonlijk verhaal van jou. Ja. Hè, dus je hebt iets verteld met een bepaalde emotie, met een bepaalde achtergrond. Daar voelen zij ook de gedrevenheid in zitten. Ja, vooral dat, ja. Nou ja, als iemand mee kan praten over persoonlijke verhalen. Veel klanten van mij gebruiken persoonlijke verhalen ook. En die noem ik de signature talks, of een signature post. Ja. En een signature post gaat vaak over iets wat je hebt overwonnen. Dus, en dat geeft ook weer, als je het hebt over een bepaalde sfeer of een bepaalde frame, een bepaald frame, kan jij daarmee ook een bepaalde sfeer uitdragen. Juist omdat je iets hebt overwonnen, wat voor sommige mensen misschien niet toegankelijk of mogelijk bleek, maak je jezelf inderdaad in eerste instantie kwetsbaar, maar daarna laat je zien van ik heb het wel gedaan en ik heb het overleefd of ik heb het overwonnen. En door dat persoonlijke verhaal te vertellen, kan het ook zijn dat journalisten bij jouw verhaal aanhaken. Om een voorbeeld te geven, een van mijn klanten is Danielle. En Danielle die heeft een heel heftig jaar achter de rug. Zij zit in de reisbranche en zoals je weet is de reisbranche een van de enormste, ik word gebeld, dus ik was heel even afgeleid. Ja. Dat kun je altijd nog zien, hè? Geen probleem. Maar de reisbranche is natuurlijk enorm geraakt in deze coronatijd. Nou, wat is dan het probleem? Je hebt geen klanten, geen omzet meer. Nou, en Danielle, die was dus haar hele business kwijt. Van een vrouw die gewoon echt hele mooie omzetten maakte. 5 keer per jaar op reis ging. Weet je, niks was te gek. Ging zij naar een enorme terugval in omzet. Tot niks. Tot overmaat van ramp. Ging de relatie niet goed. Ging ze scheiden. Moeten verhuizen, bijna in een huurhuis gekomen. Ook nog heel erg onduidelijk gehad of ze in dat huurhuis kon blijven. Dus heel veel stress.
Nou, ze heeft het verhaal heeft ze gedeeld. En vervolgens is daar een journalist naartoe gekomen en die heeft gezegd: jeetje, ik vind het zo'n aangrijpend verhaal. Maar ik zie ook dat je het opgepakt hebt. Nou, kortom, ze heeft haar persoonlijke verhaal gedeeld. Het is gedeeld bij RTL okay. Nieuws. Het is daar gekomen en vervolgens zijn er nu weer andere journalisten die aanhaken op haar verhaal. Inmiddels is ze weer aan het opbouwen. Is ze een eigen kofferreeks of een kofferserie begonnen met heel erg leuke plaatjes erop. Met alpaca my back. Nou, heel grappig allemaal met een alpaca met een tas om zich heen. En nou, het is gewoon heel grappig. Mm-hmm. Dus ze heeft iets gecreëerd uit iets wat eigenlijk waarvan je zegt van ja, het is op sterven na dood, hè, die reisbranche. Mm-hmm. Toch heeft ze zich weten te herpakken. En het mooie is, één journalist pakt het op. Het is een persoonlijk verhaal. Mensen slaan erop aan. Ze heeft het gedeeld op LinkedIn. En heel veel reacties gehad. Nieuwe klanten bijgekregen. Mensen die nu alvast toch een reisadvies wilden hebben. Omdat ze het haar gewoon gunnen. Omdat ze zo'n zwaar jaar heeft gehad. Dus hieruit leer je ook gewoon meteen als ondernemer van, ook al heb je een tegenslag, ook dit soort persoonlijke verhalen, die komen ook in de krant. En er zijn zeker journalisten, ook bij zogenaamde mainstream media, waarvan sommige mensen misschien denken, ja, maar die hebben toch helemaal niks positiefs meer te melden. Dat is niet waar. Maar hè, ga op zoek naar de juiste journalisten die openstaan voor het gesprek. Ik zie een vraag binnenkomen van Christine. Binnenkomen, inderdaad. Wat is een goede manier om een persoonlijk verhaal te delen? Okay. Nou, zal ik die pakken? Ja. Ik dacht alsof Christine mijn gedachten kan lezen. Ik wilde net het verhaal vertellen over een van mijn klanten, Leo Nederman, die een fantastische netwerker is. Heeft een miljonairsclub en heeft volgens mij 1000 mensen in zijn club zitten. Maar hij was veilig van achter zijn laptop aan het schrijven en zijn verhaal aan het delen. En dat deed hij fanatiek en bouwde zo zijn netwerk op. En zijn verhaal was duidelijk. Maar hij merkte dat als we het hebben over het framen, het kwetsbaar zijn en ja, het persoonlijk maken, dat die ja, mensen vroegen hem toch, ja, maar we willen je zien. We willen weten wie er achter die schrijfmachine zit. En uiteindelijk heb ik hem dan mogen trainen. Hij is bij mij aangeklopt. We zijn gaan werken, 1-op-1. En ik heb hem geholpen om zijn verhaal te vertellen. Maar het mooie was dat zijn verhaal het was iets heftiger dan ik dacht. Want hij had er gewoon een trauma opgelopen ten aanzien van het spreken in het openbaar. Om zijn verhaal te vertellen moesten we heel veel stappen zetten. Fast forward heeft hij dat uiteindelijk dus gedaan. Hij heeft ja, natuurlijk tijd en energie geïnvesteerd in zijn geld. En ik had hem, gisteren had ik hem in een ook zo'n gesprek wat ik nu met Linda heb. En dat gaat over moeiteloos geld verdienen. En sinds ons samenwerken, dat is ongeveer 1,5 jaar geleden, is hij zichtbaarder. Hij geeft nu 4 trainingen via Zoom per week. Dus dan laat hij zich zien. Oh, nou, dus ja, dat is echt veranderd. En hij zegt ook letterlijk, Winston, mijn netwerk is zo ontzettend gegroeid doordat ik nu face to camera, ik laat mezelf zien, mensen zien me, ze vertrouwen me wat meer. En ik durf mijn verhaal te vertellen, waardoor zij zoiets hebben van, ja, maar als jij het kan, dan kan ik het ook. En daardoor is nou ja, zijn netwerk nog meer gegroeid, maar zijn business dus ook. Dus als je alles bij elkaar stopt, was de vraag, wat is een goede manier om je verhaal te vertellen? Hou het zo dicht mogelijk bij jezelf. Maak het persoonlijk. We hebben het net gezegd, kwetsbaar zijn, dat is belangrijk. En dat maakt het natuurlijk ook meteen moeilijk, want ja, wanneer moet je dan kwetsbaar zijn en hoe moet je kwetsbaar zijn? Nou, er zijn allerlei strategieën. Ja, er zijn ook allerlei gradaties in. Hè? En ik denk wel dat het goed is om na te denken en te besluiten welk verhaal jij wil vertellen. En ook kwetsbaar zijn wil niet betekenen dat je het per se het achterste van je tong moet laten zien in al je kwetsbaarheid. Maar wel goed besluiten, goed overdenkt wat het effect is van een verhaal.
En daarmee wil ik zeggen, kijk, als voorbeeld kan ik geven in mijn boek, wat in het voorjaar uit gaat komen, beschrijf ik ook dat ik iets heftigs heb meegemaakt in mijn leven. Zonder dat ik in alle details die heftigheid ga vertellen, want dat hoeft niet in dit boek te staan. Dat kan weer op een ander moment. Maar het kan wel goed zijn om te zeggen dat ik dat heb meegemaakt, dat ik het overwonnen heb en dat dit ook iets is wat ik veel zie bij anderen. Ik had gisteren nog een mediatraining gegeven aan een eigenaar van een heel mooi bedrijf. En ja, iedereen heeft een bepaald rugzakje, hè, wat hij of zij met zich meedraagt. Maar dan kan jij kiezen wat je gaat delen en wat je voor jezelf houdt. Want het kan ook heel... er is soms een dunne scheidslijn. En wat ik voor mezelf altijd heb van... Als ik dit verhaal deel, zou ik dit verhaal dan ook aan mijn dochter kunnen vertellen? En als ik dit verhaal deel, zijn er mensen die daar wat van kunnen vinden? Wat zullen zij daar dan van vinden? En kan ik dan gewoon nog op twee benen blijven staan? De kritieken of de dingen die zij daarvan vinden, gewoon ontvangen van me af laten glijden? Als dat een ja is, dan let's go. Maar als dat een nee is, dan is het misschien nu nog te vroeg om dat verhaal te delen. Ja, ik denk dat dat voor jezelf altijd een hele goede graadmeter moet zijn. Je hoeft niet alles te delen en jij staat altijd aan het roer van wat jij wil delen. En dus het moment ook dat er een negatieve vraagstelling is en je eigenlijk wordt gedwongen om in een bepaald frame te stappen wat niet van jou is, kan je altijd zeggen, nou, ik herken deze situatie niet. Of ja, deze woorden passen niet bij mij. Of je legt me nu andere woorden in mijn mond die niet van mij zijn. Mijn ervaring is anders. Dus het niet per se herhalen van die vraag. Maar wel heel goed kijken, oké, dit is wat het voor mij is. Het daar laten wat van de ander is en zeggen, oké, mijn ervaring is dit en dit en dit en dan ga je naar je kernboodschap. En als je dat op die manier doet, ja, dan doe je dat met zoveel power zonder dat je uitgelokt wordt om ergens op in te gaan. Ja, laat me een voorbeeldje geven. Ik heb dit boek geschreven en het was absoluut niet mijn bedoeling om een boek te schrijven, want ik heb een vorm van dyslexie. En mijn vorm van dyslexie hield in dat wanneer ik een woord zag, of bijvoorbeeld dat ik associeerde beelden meteen, direct. Dat gaat instant. En voorbeeld, als ik Marconiplein zag, dan werd het bij mij meteen Macaroniplein. Dat las ik dan ook op. Ja, heel lekker, maar het slaat nergens op als je je verhaal moet vertellen. Ik heb een fotoreading cursus gevolgd, waardoor ik gewoon plaatjes in mijn hoofd maak en die analyseer. Dus dan is er een vertraging. Maar dat betekende dus dat ik op school nooit mijn best kon doen, omdat ik het lezen gewoon niet machtig was. Ik lette wel heel goed op, auditief dominant lerend. Dus het boek schrijven was echt een brug te ver voor mij. Maar ik ben gewoon gaan schrijven om een handboek ervan te maken. En van lieverlee is dat dus echt een boek geworden met stappen. Want ik heb wel een strategisch brein. Ik kan wel stap 1, stap 2, stap 3. Ik heb daar ook hulp voor gevraagd. Maar uiteindelijk, als ik dat verhaal vertel, koppelend aan het boek, dan is dat een stukje kwetsbaarheid wat ik laat zien. En mensen zijn dan nog meer geïnteresseerd om te weten, ja, maar je bent wel een goede verhalen vertellen. Dus wat schrijf je dan? Wat heb je geschreven? En het tweede boek was ik helemaal niet van plan om te schrijven. Maar dat was omdat ik aan het samenwerken was met iemand die zei, hey, we gaan nog iets doen, doe je mee? Nou, toen had ik het eenmaal gedaan, toen was het een stuk makkelijker geworden. En wat mij heeft geholpen, en Christine, ik hoop dat het jou helpt, is blijf dicht bij jezelf. Ja. Hou de verbinding met jezelf vanuit de kracht die jij bij jezelf voelt. En daar vandaan vertellen. Dus feitelijk niet al te veel rekening houden met de buitenwereld, met
hoe jij jou zou willen voelen, maar vanuit jouw kracht. Oké, hier voel ik me sterk bij, hier voel ik me goed bij. Wat er ook zou komen, ik kan het aan. En zo begin je die verbinding te maken. Ik hoop dat het helpt, Christine. Misschien wil je ons een teken geven dat het... Doe maar knipperen met je microfoon. Van, ja, ik heb het juist binnengekomen. Oh, ja, even. Mooi dank in de chat. Ja, ze zegt mooi dank. Oké, okay, ja. Christine. Ik kijk nog even op Facebook of er nog een vraag is. Nee, hier is niks. Er gebeurt niks. Is er nog iemand anders? Jicky, wil jij nog iets vragen? Of Johannes iets zeggen? Of geef ons even feedback wat dit voor jullie betekent. Zitten we op het juiste spoor voor je? Want we hebben het over framen van je verhaal. Ja, en daar zit, we proberen een paar voorbeelden te... Maar er is zo ontzettend veel te vertellen. Nee, ik kan hier 2 dagen over doorvertellen. Echt, hè? Nou, laat me nog een klein voorbeeld geven. Want ik denk dat misschien helpt. Want mensen die kijken, die zeggen ook van... Ja, oké, okay, wauw, interessant die verhalen. Want dat helpt me om mijn kwetsbaarheid wat dichter bij mezelf te zoeken. Ja. Ik reisde heel veel naar het buitenland toen het nog kon. En ik werkte veel in Azië, in Cambodja en Vietnam. En... Ik kwam in een ander netwerk dan dat ik gewend was. Met de ambassade van Amerika. En daar leerde ik wat mensen kennen. En ik kwam een kolonel tegen. En daar mocht ik mee gaan werken. En het werk wat ik met hem deed had te maken met een stukje kwetsbaarheid van hem. In zijn verhaal. In zijn communicatie met de Fransen daar. En het feit dat hij dat durfde te vertellen aan mij. Betekende dat ik genoeg verbinding met hem had gemaakt als... ZZP'er of als ondernemer of externe. Dat is het ook. Dus je, met jouw verhaal moet je ook die verbinding maken. In mijn training geef ik de 6 human needs aan... om instant verbinding te maken met wie dan ook. En wat ik heb gedaan is, ik heb met hem gewerkt... en ik heb hem iets geleerd dat heet de agreement frames. En het mooie was dat hij daar nog nooit van had gehoord. En ik, in mijn... onzekerheid, want dat gebeurt ook vaak. Hè? Als je ergens komt en je moet met een kolonel werken. Nou, ik heb nog nooit met een kolonel. En dan zeker niet met een Amerikaanse kolonel. Hij had West Point gestudeerd. Dus ik wist al, oh, die moet heel slim zijn. Dus je praat jezelf allerlei dingen aan waarmee je... Ik zie Sylvia knikken. Dan maak je jezelf kleiner. Ik ben al krap 1,70. Dus als ik nog kleiner word, dan blijft er niets meer over. Maar je snapt wat ik bedoel. Hij was 1,95. Maar wat ik vooral deed, was toen hij mij... Hij zei, ja, zijn vrouw had mij gestuurd. Van, ja, het zou helpen als je met mijn man zou werken. Ik zei, oké, ik kende hem niet. En op een gegeven moment kwam ik binnen. En toen zei hij, so Winston, what you gonna do for me? En gelukkig luisterde ik naar hem. En dat is ook een belangrijke tip aan mensen die verhalen willen vertellen. Luister goed. Ik zei, hey... Wat heb je nodig van me, Mark? En hij zei... En je zag hem meteen... Oh. Hij nam me mee, zo langs het zwembad. We gingen zitten, ik had een koffertje bij me met spullen... en we begonnen te werken. En hij vertelde me over de Fransen... die vanuit zijn perspectief... behoorlijk arrogant konden zijn... over hun positie daar in Cambodja. Hij was daar nieuw. En hij irriteerde zich daarover. En op een gegeven moment zei ik... Nou, ik snap wat je bedoelt. En mag ik je een tip geven? Ik heb iets dat helpt jou om te dansen met je klanten... in plaats van te vechten met je klanten. Nou, hij werd meteen nieuwsgierig, enthousiast. Ik voelde me al wat meer op mijn gemak. Dus ik kon in mijn vertellersrol gaan klimmen en trainersrol. Nou, ik heb met hem gewerkt. Ik heb uitgelegd wat de agreement frames waren. Dansen in plaats van vechten. Hij snapte het. Ik zei, laat me je een voorbeeld geven. Geef mij eens een voorbeeld hoe die Fransen zich gedragen. Ja, had hij me gegeven. Dus ik zei, in mijn beste Frans, dus geen Frans, Frans accent nagedaan. Zei, hey, you stupid American, hey, you don't know nothing. En nou, ik zag hem zijn gezicht rood worden. Ik zei, hoe voel je? Hij zei, nou, I want to kill you. Ik zei, nou, antwoord zoals ik je dat heb geleerd. En hij gaf het antwoord waarmee ik gewoon niets mee kon. En hij had dus gewoon, hij had een techniek gebruikt waarmee hij kon dansen met mij. Maar het mooiste was, hij is inmiddels trouwens een major general. Hij is 2 rangen gestegen. Maar het mooiste was dat ik zijn vrouw 2 dagen later tegenkwam. En ze zegt, Ingrid zegt tegen me, Winston, what did you do to my husband? En ik schrok een beetje. Ik zeg, what happened? Ze zegt, we don't argue anymore. Had hij de techniek ook op zijn vrouw losgelaten. Dus hij was met haar, in plaats van discussies met haar aangegaan, was hij aan het dansen. Het is een hele simpele techniek,
Maar als je die toepast in je verhaal en je bent dus dan een stukje kwetsbaarder, dan wordt het verhaal een dans in plaats van een gevecht. Nou, toch in mijn vertellersrol gekropen. Nou, ik hoop dat we de tips die we jullie geven, dat die voorbeelden, dat helpt. En is er nog een opmerking of een vraag? Ik zie Christine zegt... Hey, ja, Christine heeft nog een vraag over... laat je ook iets los over je verhaal in een persbericht? Doe je dit op een andere manier? Nou, er zijn verschillende dingen, kan ik hierover vertellen. En dat zou ik heel graag ook willen doen. Waren het niet dat ik op mijn kantoor ben, en het is 9:15, en oh ja, de avondklok is er. Oh ja, het is bijna tijdje. Het is bijna tijd. We gaan zo afronden. We doen altijd dit gesprek tot 9:15, zo ongeveer. Dat was nog bepaald voor de avondklok, hoor. Maar dus Christine, stuur me gerust een berichtje en mochten er nog vragen zijn, ik ben heel goed bereikbaar via mijn website met gemak in het nieuws. Kan je ook een bericht achterlaten via het contactformulier of anders via LinkedIn, Linda Granenoogst op LinkedIn. Facebook kan ook uiteraard. Daar ben ik ook te vinden onder Met Gemak in het Nieuws. Dus Instagram, nou, noem maar op, de whole shebang. Is te vinden. Mooi. Is te vinden en jij ook. Dus, ja, mocht je willen weten hoe jij, nou, ik noem het maar jouw public speaking IQ, hoe je die kan verhogen, dan ga naar mijn website winstenscholsberg.nl. Daar heb ik een heel makkelijk linkje. Krijg je van mij een gratis half uurtje. Dan laat ik je zien wat ik net met Sylvie heb gedaan in de uitzending. Laat ik je zien hoe ik jouw verhaal zo kan tweaken, dat jij daar meer in gaat geloven. Maar ook dat het makkelijker is om het te vertellen. En dat met een glimlach op je gezicht, omdat een glimlach gratis is. Wil je dat weten? Of denk je van, nou, ik wil nog sneller. Ik geef elke laatste zaterdag van de maand, dus dat aanstaande is de 27e maart, geef ik een training face to camera, omdat de zalen nog niet helemaal open kunnen gaan. 4 uurtjes van 10 tot 2 geef ik een training. Nou, stuur me een mailtje als je dat wil weten. Ook de mensen op Facebook. winsten@winstenscholsberg.nl. En je krijgt alle informatie. Hebben we iets gemist, Linda? Nee, volgens mij niet. Ik zie dat Johannes ook nog bedankt voor de nuttige tips. Ik kan hier iets mee, dat is heel fijn. Graag gedaan. We hebben volgende maand, de derde donderdag van de maand, hebben we weer een samenkomst. Winston en ik hebben dan nog een West Talk. En eind april start ook op 26 april, notabene mijn verjaardag, start ik weer een Pak de Pers Challenge. Oh. Alleen deze keer 4 weken lang. Wauw, te gek. En als je daar ook nog echt mee aan de bak wil. Mensen die in de vorige Pak de Pers Challenge meededen zijn na de eerste sessie al in het nieuws gekomen. Dus met gemak en op hun gemak in het nieuws. Sylvia zit ook te knikken. Die heeft ook al wat mooie ervaringen gehad. En nog om af te sluiten. Een van mijn klanten die is helemaal door het dolle. Want die die is echt helemaal through the roof. Die heeft... meegedaan aan de tweedaagse. Zo, ja, die heeft 1 artikel in Trouw gehad. En deze man is echt geweldig. Super authentiek, super zichzelf. Jiri de Waal. Zoek hem maar eens op. Hij heeft 1 artikel gehad in Trouw. En de investering voor de tweedaagse is €2.497. Maar die had hij binnen een week al uit. 2 dagen later had hij al 3 keer... zoveel bestellingen binnen. Dus toen had hij het al 3 keer eruit. En nu heeft hij een aanbod gekregen. En mag hij offertes gaan schrijven van €50.000. Wow, dus ja, het is fantastisch als je met gemak en op je gemak in het nieuws kan komen. Het kan ook nog zomaar wat opleveren. Aan geld. Levert wat op. Dus, ja. Dus, ik kan je echt aanraden ook, als je moeite hebt om je verhaal te vormen en je voelt je wat, onzeker of je wil wat meer schwung in je verhaal krijgen, ga met Winston werken, want Winston is echt gewoon fantastisch om mee te werken. En die kan je helemaal empoweren, zodat je je verhaal met zekerheid en zelfvertrouwen weet te vertellen. Zoals ik nu ook hier sta te doen, dat is ook mede dankzij Winston. Nou, we hebben ze genoeg verteld. Dank jullie wel voor jullie tijd. En we zien jullie, als het goed is, over een maand.
En breng je vrienden mee, zeg ik. Ja, breng je vrienden mee. Bye bye. Dit dankjewel. Was met Linda Graan-Oost. Met in het nieuws. Oh, dit was leuk. Dank je Johannes, dank je Sylvia, dank je Christine, dank je Yiki. En hoi. Op Facebook. Ik zie je volgende keer, man. Kom. Bye bye. Ja, bye bye. Doei. Vince. De muziek is van Nicky Buzz, Gerald Olieberg en mezelf op de drums. Yes, later.